Het beste nieuws van de dag zien we in de opstelling bij Ajax. Lize Kop kan eindelijk weer keepen, heeft er zo lang uitgelegen. Daar de andere keepster van PSV, Sari van Veenendaal, ook Daphne Koster kijkt toe. En een eerste helft waarin PSV compleet wordt overlopen door Ajax. Met onder andere een uitblinkende Pelova, maar die blinkt het hele seizoen eigenlijk al uit. Het levert een eerste schietkansje op voor Jonna van der Velden. Maar dat is geen probleem voor Alkemade. Zij keept vandaag dus bij PSV. De bal wordt bijna daar in eigen doel gewerkt en uiteindelijk naast gekopt door Romée Leuchter. Oudspeelster natuurlijk van PSV. Besliste eerder dit seizoen al de bekerfinale tussen Ajax en PSV in het voordeel van Ajax. En in deze wedstrijd is er ook weer een hoofdrol voor Leuchter met Pelova. Die hier wordt weggestuurd. Leuchter die kan gewoon doorlopen. Niemand die erop pikt. En dan is het 1-0. PSV verdedigt totaal niet. En dat hoef je tegen duo Pelova Leuchter geen twee keer te zeggen. Pelova legt klaar. Leuchter schiet in en het is 1-0. En mocht u denken, nou dat is redelijk open huis. Wat dacht u van deze treffer? Let op Pelova onder nu beeld. Ja. In theorie zou er iemand ook bij haar kunnen gaan staan. Dan doen ze bij PSV niet. En dan is Pelova echt wel goed genoeg om dat af te maken. 2-0 voor Ajax. Waar het overigens dubbelfeest is. Want Chinyere Spitsen vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Staat natuurlijk ook in de basis. Pelova. Uiterst eenvoudig. En wat een ruimte krijgt Ajax de hele tijd. Daar zien we onder Chimera Ripa, nieuwe speelster van PSV. Nou, die ziet dat het gat met Ajax behoorlijk groot is. Maar goed, dat is dit hele seizoen natuurlijk al het geval. Ajax en Twente zijn de beste ploegen. En PSV komt ook totaal niet in de buurt. Weer wordt Pelova helemaal vrijgelaten. En weer scoort ze. Ze krijgt hier ook alle ruimte. Maar Pelova laat nu al een tijdje zien dat ze eigenlijk wel toe is aan een volgende stap. Een mooie club in het buitenland. Om verder stappen te gaan maken in haar ontwikkeling. Kan PSV dan nog iets? Een kopballetje van Koeleman. Maar dat is het ook eigenlijk wel. Nee, het klassenverschil is gewoon te groot. En dus wint Ajax eenvoudig met 3-0 op de dag vooral van de rentree van Lize Kop. Schenk op plaatst zich voor de finale met Ajax.